Christel, welkom dat je erbij bent. Jij bent iemand die gekozen hebt voor aartsengel Ariël. Deze engel geeft voor jou de boodschap welvarendheid. Alles wat je in materiële zin nodig hebt, kun je krijgen als je je intuïtie volgt, zodat je dromen verwezenlijkt worden. Je ziet het al, de hoorn van overvloed verschijnt. Je zal dus heel wat voorspoed kennen. En dit hoeft niet altijd op materieel vlak alleen te zijn. Of financieel. Dit kan heel wat betekenen. Meer vrije tijd. Meer vrienden. Meer tijd voor bepaalde hobby's uit te voeren. Tijd om dingen te doen die jou een wauwgevoel geven. Dit kan boeken lezen zijn, muziek maken, zingen, wat dan ook, schilderen, je creatief uitleven, op avontuur trekken. Er is zoveel. Het is belangrijk voor jou om je intuïtie te volgen. Te durven voelen en op te volgen, te doen wat je hier diep van binnen voelt. Jouw intuïtie, jouw innerlijke wijsheid toont de weg aan hoe jij datgene wat je wil bereiken kan waarmaken. Luister dan ook naar signalen, naar tekenen, naar de aanwijzingen die je krijgt. Volg de veranderingen op die spontaan in je leven komen. Denk in termen van overvloed. Wees dankbaar. En denk niet in termen van het is niet mogelijk, dit is niet voor mij. Het is geen tijd om jezelf te beperken of in te houden. Maar durf groots te dromen en maak vooral je dromen waar. Als tweede kaart heb ik de ochtendtouw. Even zien wat deze boodschap voor jou geeft. Soms doe jij precies het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen en daarom lekt je energie weg. Jij vergeet jezelf. Het is tijd om de gekoesterde illusie op te geven, want dat werd beperkend voor jou. Laat problemen van anderen voor wat ze zijn. Laat je ernst en schuldgevoel los en kom in harmonie met jezelf. Stap uit de mist van illusie en volg je weg naar transformatie. Besef dat je niet iedereen kan en hoeft te helpen. Stel jezelf voorop en laat je omringen door positieve energie. Laat je gewoon meedrijven en voel de kracht van stroming. Verzet je niet langer en leer genieten. Lach en leef vol plezier. Verdiep je eens in Feng Shui. En pas het toe in je woning. Je zal er rustiger van worden en er later anderen mee kunnen helpen. Wat ik vooral bij jou voel is dat je meer mag luisteren naar je intuïtie. Dat je mag vertrouwen op wat je innerlijk aanvoelt, op wat je innerlijk weet. Dit volgen van je intuïtie zal je brengen naar datgene wat je echt wil bereiken. Heb vooral geen angst. Durf hierop te vertrouwen. Laat je leiden. Zet jezelf niet steeds aan de kant om misschien anderen te plezieren. Of omdat jij ervan uitgaat dat jij iets niet kan. Dat jij iets niet verdient.
Weet ook dat je niet alle problemen van de wereld kunt oplossen. Probeer gewoon jezelf te zijn en help waar je kan. En daar waar je voelt dat je niet kan helpen, kun je nog altijd helpen op een andere manier. Stuur wat positiviteit, stuur liefde en licht. Visualiseer dat voor de mensen die je zou willen helpen alles in orde komt. Sta niet te ernstig in het leven. Gun jezelf vreugde en plezier. Dit mag best. Je mag jezelf goed voelen. En voel je niet schuldig omdat jij je misschien gelukkig voelt. Laat harmonie toe in je leven. Gun jezelf rust, vertrouwen. Je bevindt je momenteel in een grote transformatie, waarin het belangrijk is om de aanwijzingen die je voelt binnen jezelf op te volgen en gehoor te geven. Ook al voel je dat anderen je misschien nu niet echt kunnen volgen, blijf doorgaan. Denk niet dat je ze in de steek laat. Je hoeft ook niemand in de steek te laten. Je kunt je altijd en overal met iedereen verbinden, op een optillende en verheffende manier. Ga gewoon je weg verder. Laat je meedrijven op de stroom die jij gewaar wordt en zie waar het jou brengt. Laat alle weerstand los. Durf jezelf overgeven. Durf jezelf toe te vertrouwen aan de veranderingen die zich aanbieden in je leven. En misschien is Feng Shui iets die voor jou heel veel kan betekenen. Een nieuw zicht kan openen op bepaalde dingen. Je kan leren om te werken met energie, om energie in je leven te bevorderen en op die manier ook te ontdekken hoe je energetisch anderen kan helpen. Wie weet, wordt op deze manier een van jouw grote wensen en dromen waar. Waar je misschien ook jouw beroep van kan maken of er iets aan kan verdienen. Wat je opnieuw kan inzetten om nog meer dienstbaar te worden naar anderen toe. Het is heel sterk. Je gaat inderdaad jouw energie gaan verbreiden. Deze kaart spreekt over wereldenergie. De Ahapanthus, ik hoop dat ik het goed zeg. De Ahapanthus. De energie van de aarde verandert en je gevoelige lichaam ervaart dit. Je bent niet alleen. Accepteer de hulp van anderen. En ook omgekeerd. Durf jouw hulp te geven aan anderen. Voel hoe we samen één grote familie zijn. Samen onderweg. Samen zoekend, samen vindend. En we hoeven niet allemaal tegelijk hetzelfde pad te bewandelen. Eén ieder kan dit op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier doen. Zie alles wereldwijd. Zie het belang van verscheidenheid in gelijkheid. Er zijn vele mogelijkheden, vele paden die leiden naar éénzelfde bron. Zie gewoon hoe alles en iedereen met elkaar verbonden is. Jouw kaartje van edelstenen is de cappuccino
jaspis. Even tonen. Even zien naar de boodschap die erbij hoort. Soms lijkt het alsof je veel werk verzet. Maar als je niet doet wat echt werkt, ben je voor niks bezig. Ik help je te stoppen met rondklungelen en datgene te doen dat wel bijdraagt aan wat je wilt bereiken. Met mij presteer je meer in minder tijd. Wat ik heel sterk voel, is dat voor jou heel belangrijk is dat je meer en meer gericht zal worden op datgene wat er echt toe doet. Men kan altijd bezig zijn. En toch, op deze manier dat het bijvoorbeeld nooit niet echt veel oplevert. Ontdekken wat echt belangrijk is. Je concentreren op één iets kan een grote investering zijn, waardoor je dichter bij je dromen komt. Gericht werken. Gefocust. Jezelf één voelen. Achter één iets staan. Het zou kunnen dat je in je leven te maken hebt met het je verscheurd of verdeeld voelen, waardoor je energie feitelijk weg hebt. Focus. Richt je op datgene wat erg belangrijk is. Richt je op jouw dromen. Wat leeft er diep in jezelf? Dit zal je voorspoed bezorgen. De algemene boodschap van de engelen is positief denken. En de kaart zegt: positief denken is essentieel voor een gezond en rijk leven. Een positieve houding in combinatie met positieve overtuigingen en gedachten zijn essentiële ingrediënten voor het creëren van geluk. Wees niet bang, denk liefde. Durf geloven in wat je doet. En vlucht niet in te veel willen doen. Ga eerder voor één iets waar je volledig kunt achterstaan, waar je in gelooft, waarin je vertrouwt dat het zal werken. Precies jouw positieve overtuigingen zullen teweegbrengen het resultaat dat je verwacht. Onze gedachten zijn krachten. Beperk dan ook jezelf niet, maar geloof dat je het kunt en dat er mooie dingen jou te wachten staan. Laat vooral je angst je niet beperken. Denken van, dit is niet voor mij, dit kan ik niet, dit is alleen weggelegd voor anderen. Nee, helemaal niet. Succes, mooie resultaten. Voorspoed, het waarmaken van jouw dromen, het kan allemaal. Durf geloven dat het mogelijk is. Dit is de bijhorende boodschap voor jou. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat het jou dat ruggensteuntje mag geven dat je nodig hebt op dit moment. Mocht je het leuk hebben gevonden, geef mij een dikke duim en vergeet niet, indien je nog niet bent geabonneerd, om gratis te abonneren. Zo word je op de hoogte gehouden van de volgende video. Ik zeg je graag tot binnenkort of tot de volgende. Het gaat je goed. Namaste.